Dit is het weerbericht van vrijdag 16 augustus 2024 voor Boerenbusiness. Ja, we hebben te maken met een wat drogere periode. De zomer is trouwens overigens best nat begonnen. Maar inmiddels is augustus wel steeds meer aan het opdrogen. En de gemiddelde temperatuur begint ook best te stijgen. Lange tijd, in juni en juli lag de gemiddelde temperatuur van de zomer onder normaal. Maar inmiddels zit het al ietsje boven. In de beeld zo'n 17,7 graden gemiddeld. Dat is een paar tienden boven normaal. En uh, ja, de regemeters zijn de laatste tijd ook wat minder gevuld. Dat kunnen we ook wel mooi zien aan het neerslagtekort We zitten trouwens uh, voor het eerst in jaren weer eens onder het gemiddelde. Dat is die blauwe lijn. Die zwarte lijn, dat is eigenlijk wat we nu hebben gehad. En de stippellijn geeft aan wat er de komende 14 dagen wordt verwacht. Nou, we blijven nog wel onder het gemiddelde zitten. Maar je ziet toch wel dat het neerslagtekort wat verder gaat uh, toenemen. En dat zie je toch wel elders in het mantel. Wordt op steeds meer plaatsen alweer uh, wat beregend. Het neerslagtekort is ook wel redelijk uh, verdeeld. De meest droge gebieden zijn dan toch voor Zeeland. Zo richting het uh, Westland, Noord-Holland en richting Friesland. De wat iets nattere gebieden zijn, toch wat meer het binnenland in. En dat valt te verklaren met toch soms stevige buien die daar zijn gevallen de afgelopen tijd. Maar deze kaart zag natuurlijk de afgelopen jaren heel anders uit. Die was toen vaak diep rood gekleurd met soms wel neerslagtekorten van 300 of 400 mm. Nou, daar is nu geen sprake van. En dat zit er voorlopig ook niet in. Als we kijken naar de weersverwachting, dan zien we in ieder geval dat we een droog weekend kunnen gaan verwachten met flink wat zon. En toch wel weer zomerstemperatuur in het binnenland van ruim 25 graden. Um, heel veel regen wordt er sowieso de komende 14 dagen eigenlijk niet verwacht. Er zijn wel wat piekjes in de verwachting uh, die erin zitten in de loop van de week. Maar ja, echt grote hoeveelheden zijn dat niet. Als we even kijken naar de pluim, dan zien we toch wel een vrij duidelijk beeld. Vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar er zitten wat onzekerheden in. Vanaf het weekend van 24 à 25 augustus. Dat valt te verklaren door ex stormen die op de weerkaart schijnen. Er ligt nu een orkaan bij de oostkust van de, de Verenigde Staten. Die lijkt dat Landse Oceaan te gaan oversteken de komende week. En die zou de weerkaart van Europa nog wel eens eventjes op de schop kunnen nemen. En dat zie je ook wel hier. Op de verwachting, er zijn behoorlijk wat onzekerheden. Het zou wel eens heel warm kunnen worden, maar de temperatuur kan ook bij de 23 graden blijven schrobbelen. Dus dat moeten we nog eventjes afwachten. De herheden, ja, die blijven voorlopig toch wel redelijk beperkt. De komende week Nou kan er nog zo'n 10 mm bijgevallen. Maar als we helemaal richting het einde van deze maand gaan, uiteraard, onzekerheid neemt toe. Maar grote hoeveelheden lijken het over het algemeen niet te zijn. Gemiddeld gezien 20 mm erbij. En dat is toch best wel aan de droge kant. En daarmee zou augustus in totaal ook wel eens te droog kunnen gaan. Verlopen.